man. Yeah, oké, dan heb ik een goed idee. Zullen we afsluiten met S11 Quiet Out totdat we er geen zin meer in hebben? Laten we dan gewoon stoppen. Wow. Ja? That's a good one, right? That's a good one. Come on. Oké, jongens, we gaan eindigen met de moeilijkste race die wij kennen. Ja, Freons. En dan gewoon totdat we allemaal geen zin meer hebben. Dus we gaan iedereen ook inviten. Iedereen kan meedoen. We doen hem gewoon op non-contact. We gaan hem niet op contact zetten, want dat is gewoon verschrikkelijk met die race. En dan gaan we gewoon net zo lang spelen. Totdat we denken van, we zijn er klaar mee. Het was leuk. Dat vind ik namelijk altijd wel leuk. Met S11 Quiet Out krijg je de leukste gesprekken. Iedereen kloot gewoon een beetje maar wat aan. En het is gewoon amazing. Het is legit amazing. Deze haal je niet. My hardest only X21 map. The quantity of the technique is just insane. My fastest time was 50 minuten. Kan je nagaan. Dus de ultieme pro die deze race zelf heeft gemaakt. Zijn snelste tijd is dus 50 minuten. Moet je even voorstellen wat dan iemand die niet zo pro is als hij. Hoe hij dit dan ooit zou moeten doen. Dit is gewoon... Yeah, man. Yep. De nostalgie neemt wel over bij mij gelijk. Oh, je dat moet wel. Hier gelijk de dingen in dat teken. Imagine hoe weinig mensen het geduld hebben om 50 minuten in een race te zitten. Dat lijkt me. Oh ja, dat je gelijk al twee hebt flipjes achter elkaar. Oh ja, ja. De beginning. En daarna Spakenburg. Ja, ik ga sowieso niet eerder stoppen met deze voordat ik die eerste checkpoint heb. Die moet ik sowieso halen. Nee, dat snap ik. Dat is insane. Dat is echt gewoon... Oké, die heb ik. Tenminste, ik heb nu de twee hipte flipties. Wat niet zo heel speciaal is. Kanus, ouwe. Ah, hoe ging je die walruit ook weer op? Tussen die twee stangetjes door of bovenlangs? Ik weet het niet meer. Volgens mij heeft die Rick hem al. De nieuwe checkpoint. Really? Yes, I guess so, man. That's fucking insane. Hey, hey, hey. Oké, hoe gaat het nu met jou, Max? Ja, same. Just chilling hierboven. Als in, nu ben ik op de vierde, on the fifth. Of nee, wacht, nu op de vijfde. What's up, my dude? I'm there as well. Echt? Yep. Finally. I'm there as well! Woohoo! Oh man, I'm so happy. Dit geeft me zoveel satisfaction. En nu jongens, the next chapter. En dit is nog 10 keer meer terrible gewoon. Dit is echt verschrikkelijk. Die Rick heeft hem dus al gewoon. Met respect, ouwe. 1, 2, 3. Zo jammer, ik ging zo clean. Hoppa. Ja, die eerste was gewoon... Alright, niet clean. Alright. Alright, ik heb ze weer allemaal gehaald. Oké. Spakenburg. Spakenburg, check. Weirdest Whippity Flippity. Ik ga ook een poging krijgen. Ja? Ja. Oké, ik ga boven langs die halve dingen doen. En hij mis down. Oké. Goodbye again. Het is helemaal niet moeilijk wat daarna komt, maar man, ik weet niet wat het is met die halve draai. It feels like you're doing it. You're doing a Reno. Quiet. You got it? Let's go! Map, map! Tweede checkpoint is binnen, ladies and gentlemen. That's how we f***ing roll, man. Holy damn. Oh, inderdaad, die andere guy is hier ook. Ja, jij bent onderlangs gegaan. Good to know. Yes, en daarna moet je bovenlangs gaan. En je turn that shit around, man. Oh, what the hell? Daarna moet je dus een weirdest flip maken. Als je nou op de checkpoint. Holy damn, man. That was a good f***ing time. Jammer dat ik hem ook niet had. Holy f***ing. Damn man, that was epic as hell. Ja inderdaad trouwens, dat is wel echt jammer. Shame. Oh. But you know, je hebt nu bij mij kunnen kijken hoe ik het deed. So. True, ik weet dat ik nu onderlangs die voetbalve turn moet. Die I don't know hoe die heet. Halve loop, halve turn. Ja, maar ja, daarna moet je dus weer dat hele stuk wat we net hebben gedaan. Met dat turnen en flippen, weet ik veel wat. Daar moet je dus mee beginnen. Hè? En dan nog weer 5 hippity flippities. Alright. All f***ing right. Oh, damn. Maar wat nu dan? Ja, nu moet... I don't know. I have no idea. Gast, ik was zo f***ing
Kloos, maar wat moet je daar doen nou? Met mijn redemption? Ja, deze ga je halen. Let's go, gast. Oh, yes! Let's go! Ik moet zeggen, dit is veel leuker. Waar je nu bent is veel leuker. Veel beter te doen ook. Je moet het even doorhebben. Vooral één zo'n flip hier zo. Die je dan zeg maar dus terug moet doen. Die is echt even heel kut. Maar als je die helemaal door hebt, dan gaat dat ook wel. Colin, hey, Max heeft een geschiedenis gegeven vandaag, of niet? Vraag Colin. Ja, jij hebt voor het eerst deze gehaald, volgens mij. Ja. Yes, voor mij het is. Dus in die zin, yes. Ja, is er iemand anders bij? Ja, volgens mij komt het zelfs in het vierde aan. Wat epic. Legit respect, hoor. Yep. Kijk, wij hebben echt al zieke practice gehad, maar die guys toch helemaal niet. Oh, mijn eerste flip was echt zo fijn. Ik kan niet meer respawnen. Oh, ja. Ja, gewoon Falcon, die is er ook. Oh mijn god! Max! Ja? Ippie! Got it! Yes! Heb je hem? Oh mijn god, ouwe! Wow, man! Holy damn, man! Dit is echt f***ing, holy shit. Dit zo voelt voor mij gewoon als unlocking a new chapter in my life, man. For real. Dit is f***ing incredible. Nice. Good job, man. Het ging ook op die hippity-flippities, ging het gewoon nog bijna fout ook. Wow, en je recovert het echt heel ziek. Hoe dit? Good job, man. Holy shit, man. Thank you very much. Wauw. Ja, we hebben één zo'n gozer, jongens, op YouTube. En die heeft deze race gedaan alsof het niks is. Volgens mij moest je dus ook tussenstopjes pakken en shit. Want die checkpoint zit dus daar. Hoe de kom je daar? Hè? Ik zie een checkpoint nu, maar legit, hoe kom je daar, gast? Hold my beer, man. I want to see. How? Hè? Nou, oké, je moet sowieso dus niet die tussenstukken gebruiken om eruit te gaan, maar what? Je moet daarop uitkomen. Hoe kom je daar überhaupt? Komt daar dus door een smal walrijtje. Hoe kom je bij het smalle walrijtje? Ja, ik moet denk ik ook even een video kijken. Ik ga hem serieus echt even checken gewoon. A few moments later. Is het insane wat je moet doen? Ja, dit is echt niet normaal. Oké, ik weet nu wel in ieder geval hou vast. Ik weet wat ik moet doen. Maar dit is incredible. Oké, jongens, luister, kijkers. Wat je dus moet doen. Je moet dit doen. Dan moet je dus omhoog rijden, wat wel heet het wel. Gewoon doen zoals we al dachten dat het moest. Zo, dan moet je een heel kort bochtje maken, zodat je hier zo naar beneden valt. Dan moet je gelijk naar links insturen om die buizen in de boven te rijden. Ja, hoe, weet ik ook niet. Ah, dat f*** no, maar dat kan dus blijkbaar wel. Tony Drieuwe, wanneer ga je weer eens met Enzo Knol opnemen? I don't know, man. When the time is there, man. Ik heb echt geen idee, ik kan nu wel iets roepen, maar I have no clue. Ik heb maar beter niks over zeggen natuurlijk. Want ja, you never know. Nee, exactly. Oh, maar deze. Oké, ik heb voor het eerst de buis omhoog. Oh, yes! Oh, Rick. Oké. Doe jij hem eens voor dan, maat. Ganes, wat slecht, Roy. Ah! Rick heeft hem. Hij zegt ja. Nee, joh. Gast. GG. Lijp. Holy f... Wauw. Holy damn. Shit, wat een held. Damn. Insane, man. Insane. Ja, zie je, dit is hem. Dit is hem, oké. Oké, let's go. Die bocht gewoon zwaar afsnijden, dat is het gewoon. Woe! Zo close! Woe! Oké, als ik nu op de smalle walrijd kom, I promise you, ladies and gentlemen, dan ga ik hem halen, oké? Als ik nu gewoon goed op de smalle walrijd kom, ga ik hem halen. Mark my words. Mark my words. Oké. Roy. Mark your f***ing words, boy. Mark those f***ing words. Oh my days. So close. Oh, er is iemand bij me, gast. Wat de f***? Falcon. Gewoon Falcon. Nee, ja. Heeft hij me achtergelaten? Yes, man. He's here. What the hell? Gewoon Falcon joined the party, bro. Good for him, man. Ja, good for him indeed, man. Good for him. Oh man, but sad for you. Valt jullie trouwens wel op dat ik dit gewoon de hele tijd haal? Dit haal ik gewoon de hele tijd. Dit is gewoon not even a problem anymore. Terwijl dit is ook gewoon echt lijp. Het is gewoon echt... Alleen, ik heb hem gewoon gemasterd nu.
Ik heb die shit gewoon gemast. Het gaat nog puur hierom. Het gaat nog puur hierom. Dit pauperiete stuk. Mag ik scherm nou een keer halen? Oh, yes, yes! Wat een timing to say this, man! No way! What a timing to say this! No way! Yes, ik had dit! Oh, wat goed! Wat een timing! Wat goed! Dit ga je wel halen. Gast, dit kan je ook wel, dit kan je ook wel. Wat de hel. Je zegt het ook gewoon en toen haalde ik eindelijk die witte kutjump. Man, wat epic. Ja, dit is shit! Dit is shit! You got it, man! Yes! Yes! Congrats, my boy. Oh, thank you, my man. Oh, ik moet echt even... Even bijkomen. Woo! Oh, man. This is it, bro. What the hell? What the hell, man? It finally worked out. It's... Holy shit. Holy shit, bro. What the hell? Dit zijn alleen maar flips. Alleen maar hippity-flippity's. Maar op een andere manier. Op een makkelijke manier. Ja, ik wou zeggen, maar dat is niet zo heel tof. Nee, this is not hard. This is not hard at all. Maar ik weet niet wat er daarna nog komt, na al die flips. I don't know about that. Ah, die small wall, het is alleen echt een kut. Die small flip. Die small hippity stinkity. Wat moet alleen ik doen die als ik een tussenstukje ben? Moet ik dan weer terug naar de grote of terug in de buis? Ja, nee, dan moet je op de walruit springen. Maar daarvoor moet je dus echt even perhaps, de stream kijken, you know? Then you just know for sure. Oh, guys. Oh, tigers. Oh, there are so many tigers here. Yes! Not enough tigers this time! Let's go! Woo! Okay, let's go, baby! Next. Is dit? Wat de hel is dit? Wat? Wat de hel? Nee, ik ga me niet vertellen. Wat? That's not the way. Nee. Gast, hoe moet ik hier omdraaien? Hier moet je omdraaien. Auw! Je moet daaronder... Oh, damn. Oké. Ja, good one. Die Rick, jongen. Wat een held. Je moet daaronder langs. Ahanus, Paganus. I can see clearly now. The rain is gone. Wow, that's hard. Wow, that's tough. En dan komt Flip achteraan. Dubbele Spakenburg. What? Rick, gast. Wat een guy. He has seen it all, man. He is known even worse times than me. What the hell, man? What the hell? He is known even worse times. He's like, look at that piece of crap trying. You know, I have known worse. Oh, damn. What the hell moet je hier doen, man? What the hell is up here? What the hell is up here, guys? Come on, guys. Oh, guys, ik doe het echt extremely goed. What the f... Oh, I'm scared. Hoe doe ik dit allemaal zo goed? Fire! Woehoehoe! Let's go! Oké. Oh. Heb je hem? Nee. Oh, but... Let's go, zei ik. Dacht, ja, je hebt hem. Ik kwam zo tering ver, gast. Holy shit. De man die dit heeft gemaakt heeft echt een zieke geest. Absoluut mee eens. Echt, what the hell, man. Als je dit kan maken, zo kan bedenken... Hey. Damn, bro. What's up? Ja, ik... You're here! Ja, boven je. Like, niet waar ik hoor te zijn, zeg maar. Oh, dat is geen checkpoint voor you. Nee, not yet. Oh, man. Kijk of ik op jou buiten... Trust me, als je... Want je hebt de checkpoint nog niet gehaald, hè? Die ene lijp met de small wall right return en stuff. Oké. Als je die haalt, de next one daarna is echt tering makkelijk. En deze is ook echt heel goed doable. Oké, nou gaat het hem worden, Hoog. Oh mijn god. I'm not dreaming. Heb je hem? Ja! Woeh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 o
What the hell? Ik heb de finishlijn, gast. Ik heb letterlijk een finish op mijn shy staan. Rick is hier met een jetpack. Man, this is it. Oh, je bent er gewoon. This is it, man. This is it. What the hell, man? This is... Oh, mijn god. Dit is... Nee. Ik ben niet die guy die deze mythe gewoon... No. No. Ze hebben hier een jetpack gedaan, zodat ik zo meteen kan spectaten. Maar ik moet nog een klein stukje. Ik moet nog een klein stukje. Dit is gewoon... Dit is legendarisch. Dit meen je gewoon niet. 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 Wat de hel? Oh, wat de hel? Oh, wat de hel? Amazing. Wat de hel? Wat de hel? Wat de hel? Wat de hel, man? Wat de hel, man? Wat de hel, man? You're kidding me. Oh mijn god. Oké, je moet daar onderlangs. Man, hij finisht met de DNF. No. Rick, dit meen... Je. Niet. No. Why? 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 Nee. Je was daar. Je was daar. En dan dit. Got to be kidding me, man. Waarom finisht die? A few moments later. Man. I don't want to believe it, man. I don't know, man. Dit is echt gewoon... Ik zei het al, dit is echt insane. I don't want to believe it. Dit meen je gewoon niet. Je was er. I cannot believe it, legit. I can't. Ik ben echt brain dead, man. Holy shit, ik ben brain dead. Je was er gewoon, hè. Je was er. You were there. Het is echt oprecht opeens verdrietig ooit. Ik ga gewoon nog één keer die race aanzetten. En als die twee checkpoints mij sneller afgaan dan verwacht. Die eerste twee, want die zijn het allerkutst. Legit, die zijn het allerkutst. Ja, legit. For real? Ja, legit. Je mag joinen als je wil. Of niet joinen als je wil. Maar mij niet uit. Maar ik ga hem nog één keer aanzetten. Ik ga in ieder geval niet meer kijkers mee laten spelen. Voor dus gewoon just to be sure. Ik wil niet dat iemand anders mijn race kan verbouten. Dat die gewoon finished of whatever the gebeurt, of het is een hacker, of weet ik veel. Blijkbaar is alles mogelijk, dus Oké, wat ik al zei, jongens, ik ga hem gewoon even in mijn eentje spelen, en ik ga gewoon kijken hoe snel ik, hoe ver ik kan komen in een korte tijd. Bevalt het me, denk ik van, nou ja, oké, ik ben nu al best wel ver gekomen in een korte tijd, dan wil ik hem best nog wel doorspelen. Zo niet, gaat het te traag en merk nu dat mijn brein gewoon brain dead is, wat ik eigenlijk verwacht, dan stop ik gewoon. Dan ga ik iets anders doen, dan ga ik nog een Rocket League opnemen met Thomas. Ricket, ma, 3 euro. Jogo, ik heb een DM met uitleg via Insta gestuurd. Het is 5-mans lobby's. Ik dacht, ik kan gewoon finishen. Ja, het, weet je, het gebeurt, man. Weet je, uiteindelijk kan jij er ook niet zoveel aan doen. Jij deed het gewoon omdat je dacht dat het kon. Achteraf gezien kon het niet. Je kon eigenlijk niet finishen. So be it, man. So be it. Ik neem het je niet kwalijk. Wacht even, ik moet even concentratie nu. Let's go. Eerst checkpoints binnen. Let's go. Ik weet gewoon bij alles wat ik moet doen. Ja, behalve dus de allerlaatste checkpoint met de jetpack. I don't know about that, man. I don't know about that. Maar dat zal wel te doen zijn. Ja, dat zal wel te doen zijn. Volgens mij was dat namelijk gewoon springen van wallride naar wallride. En, you know, that's doable. Bovendien, als ik niet weet hoe ik moet, dan kan ik altijd nog dat filmpje erbij pakken. Want er is dus een guy op YouTube die geüpload heeft hoe hij deze race heeft gecomplete. Alpha dus, bananas. You know, that guy indeed. De Duitse, de German guy. Ik ga waarschijnlijk twee checkpoint nu halen, jongens. Let's go. Oh mijn god, dit zou echt really quick zijn. Ik trail helemaal, gast. Oh mijn god, come on. Ik kan vast mijn headset van hoofd. Maakt niet uit wat de uitkomst is. Er will be screaming. Nee, there will be just a casual. Yes, let's go. Second checkpoint hebben we. Oh man, 5 euro Florian, je bent wel een beetje aan het kloten hoor, doe even beter je best. Nou oké, Florian. Wat kwam daar naar boven? Even beter je best. Even beter je best doen hoor, Roy. Oké. Oké, generaal Kippie, daar gaan we. Gewoon een hele run als Alex Klein, dan hou je het. Oh damn man. Ah, you skipped it, nou je wil veel. Nee, dan moet ik een, moet ik eventjes mijn streaminginstellingen wijzigen naar gemaakt voor kinderen. Ja, dat... Volgens mij is dat niet eens zo. Dat zou niet Barkie zijn, papa. Oh shit, oké. Oké. I'm just vibing, I'm vibing. Oh ja, yeah. Yes. Let me vibe, I'm vibing, man. Oh. I'm vibing. Deze vrouw is klein. Deze vrouw is klein. En generaal Kippie. En generaal Kippie! Ja, voor Alex Klein! Generaal Kippie! Let's go! Generaal Kippie! Oh, zo. Oh! Dat ging nog bijna.
Generaal Kippie, man. Ik heb pas een nice ass vergelijking voor, als ik die nog nooit eerder had gemaakt. Die picture van mij, die weird ass picture met Don en ik in die fotoshoot, right? Ja. Daar lijk ik op een barbaar uit Clash of Clans. Het is echt erg, hè? Het is echt... Dat is true, man. Het is echt... Die scream, maar die... Ja. Oh, precies hetzelfde. Ja. De angle. Eén op één. Dat handje zo, dat vingertje. Het is echt... Alsof ze mij gewoon... Alsof ik gewoon gecast ben voor die shit. Basically, yes. Tel. Echt. Ik wist dat jij het extremely funny zou vinden. Ik wist het gewoon. Het is gewoon zo'n momentje, if you know, you know. Right? Yes. Definitely. If you know, you know, Max. Oh, je hebt hem ook gewoon. Yes. Ik heb net al tapt. Damn. If you know, you know, man. You got if it. You know, you go. Yep. That was so not necessary. Maar goed, deze gaan we gewoon easy halen. Is echt peanuts. Want daarna, hey gast, als je dat stuk omhoog rijdt, then yes. That's it. Gewoon checkpoint. Nee, gewoon checkpoint. Like, het lijkt wel alsof dit checkpoint gewoon puur erin is gedaan. Zo van ja, we geven je ook wel eentje. Een even op adem komen, one, you know. Just chill a bit. Oh, die was clean as hell. Holy shit. Maar hier was ook dat punt waar ik toen er tegenaan beukte, you know. Dat ik gewoon zo'n ponk tegen die zijkant aan beukte hier. Dat ik de checkpoint had. Dat was hier. Met een amazing time. Oh, maar deze, echt. Oh, ik let gewoon niet op, maar toch lukt het me somehow. Wat de f. Oké, nu ga ik opletten en nu ga ik het halen. Komt hij aan? Right, you got this. Ik had this, pak this, right? You got this, pak this. Look. It's in the flip, man. It's in the flip. If this works out, which it does. Somehow. 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 Spagawi. It's the meme. Yes! Oh man. It's the meme. Stop, Kai. Please. It's the meme. Yes! It's the meme! Let's go, man. Ook alleen, ik ben weer zo'n retard dat ik na wat er bij mij gebeurt, als ik in dat elk ander ander persoon op deze planeet had gedacht, yo, skippa, tot skip ziens. Hey, probeer, wacht, je bent nu op de kant. Yes. Right. Right. Echt een volledige aanloop hebben. Maar ja, inderdaad. Only you, man. Only you're an idiot. Ja, dit werkt gewoon. Ja, en nu heb je hem gewoon. Nu komt dit in de video. Like even de video. Dankjewel voor het kijken. Roy heeft de race gehaald. Dat is erg leuk. There you go. No way. No way. En toen... Oh my days! Ja, daar heb je hem. There's no way. There is. Je hebt hem. Daar is hij, de finish. S11 quiet out. Finish. GG's in de chat, jongens. Wow. Damn it. Wow. Salute. Is this really? This is... Toonk. There you go, man. Als ik een duimpje kon geven, had ik hem gegeven. 1 uur, 32 minuten en 31 seconden. Damn. Dit meen je gewoon niet. S11 quiet out. S11 quiet out. It's done, man. It's done. It happened. Over and out.